Hallo allemaal, luister eens hoe mooi dit klinkt, de muziek van weidevogels. Hier is het gebied van de plasdras. We hebben een stuk land onder water gepompt en het gebied eromheen is drassig. En dat doen we allemaal ten gunste van de weidevogels. Om hun een plek te geven waar ze een eieren kunnen leggen en uitbroeden. Waar de jonge kuikens kunnen opgroeien. Waar het vochtig is en daardoor veel insecten zitten zodat ze voedsel hebben. En een paar hectare grasland eromheen. Dat hebben we nog niet gemaaid. Een veilige plek voor de weidevogels. De beelden van net waren van precies een week geleden. En de beelden van nu, die zijn van vandaag, woensdag 14 juni. Nu hoor ik geen weidevogels meer. Ik sta hier bij die paar hectare naast de plasdras. En kijk eens hoe lang dat gras is. Het waait in de wind. En de plasdraspomp staat nog aan. Je ziet hier het water uit de buis komen. Dat komt rechtstreeks uit de sloot. En dat vult de plas. Maar vanaf morgen dan mag het gras hier om de plas heen gemaaid worden. De pomp mag uit. De pomp krijgt stroom vanuit de zonnepanelen. De kastje met de accu erin die staat onder stroom. De zwaan heeft één ei niet uitgebroed. En kijk hier, dit vind ik mooi. In het grasperceel hiernaast vliegen opeens wel bijna 100 kievieten de lucht in. De jongen zijn nu vliegensvlug. En ze groeperen zich, mooi om te zien. En morgen gaan we je gras maaien.